vasthouden aan je eigen verhaal, is dat je maar een heel klein deel van de werkelijkheid ziet. En als je maar een klein deel van de werkelijkheid ziet, ontneem je jezelf de kans om adequaat invloed uit te oefenen. Wat ik doe is een middel behulp van verhalen, rare vragen stellen, out of the box denken, mensen willen uitdagen om anders naar hun eigen conflict te kijken. Conflicten heb ik over beide partijen, die bij beide aan tafel zitten en beide bereid zijn om het gesprek aan te gaan. Of misschien moet ik dan daar een rol in spelen om ze te helpen dat ze het gesprek willen aangaan. Maar bijvoorbeeld als ze het gesprek willen aangaan, wil ik het dat niet op een traditionele manier doen. Maar wil ik vooral creatieve technieken gebruiken, als bijvoorbeeld de dans van de held. Als bijvoorbeeld provocatief uitspraken doen, out of the box denken. Het laten wisselen bijvoorbeeld. Om gewoon te zorgen dat ze op een bepaald moment zelf zoveel beweging hebben dat ze het samen kunnen oplossen. Ja, wat mij altijd fascineert weer in elke training, is hoe mensen gewoon naar hun eigen werkelijkheid kijken. Hoe mensen vastzitten in al hun discussies die ze met elkaar hebben, hoe ze op een of andere manier de positie van een ander zouden kunnen begrijpen en weten wat die ander beweegt en toch bij zichzelf kunnen blijven. Nou, dat vind ik belangrijk om daarmee te werken. En dan vooral drie thema's wat ik er nog even bij noem, is natuurlijk niet alleen maar vertellen, maar vooral ook doen en beleven en gewoon op je eigen benen staan. En nieuwsgierig zijn naar de verhalen van de ander. Want in elk verhaal van de ander kun je merken wat hun beweegt. En tenslotte, niet het onderbelangrijkste, doe je mooi.